Goeiedag. Wat ik ga doen, ja, ik ga een experiment doen voor mezelf ook. Een beetje eigenlijk op verzoek van Jacco. We hadden een soort voorronde over de relatie tussen techniek en kunst. En daar liet Jacco even kijken hoe ik naar de volgende is dat deze? Ja. En daar liet Jacco dus deze slide zien. En hij heeft aan mij gevraagd om, als ik hoop dat ik het goed begrepen heb, om hier ook een beetje op te reflecteren. Dus aan de ene kant kunstproductie, door kunstenaars en hun materiaal. En aan de andere kant kunstrepresentatie, maar ook onderzoek, documenteren en conserveren. Dus een toekomstverkenning over die relatie tussen kunst en techniek, daar gaat het geheel over. Dat is een uitdagende, zou ik kunnen zeggen, vraagstelling die meteen dus tot een tweedeling tussen verleden en toekomst leidt. En ook in die voorronde. Over welke kunst gaat het? Gaat het over de toekomst van oude techniek en van kunst uit het verleden? Of gaat het over de invloed van nieuwe techniek op de toekomst van oude techniek en van oude kunst? Of gaat het over de toekomstige nieuwe techniek voor de toekomstige kunstpraktijk? Dat zijn allemaal verschillende versies, zou je kunnen zeggen. Als we het over nieuwe techniek hebben, gaat het sinds de tweede helft van de vorige eeuw al heel snel ook over nieuwe technologie. Maar is dat wel hetzelfde als nieuwe techniek? Technologie is op wetenschap gebaseerde techniek. We hebben het dan vaak over apparaten, die als een soort black boxen, hè, dat hebben we al op vorige lezing ook gezien, allerlei taken overnemen. Maar als black box, die term wordt vaak gebruikt voor technologie, kun je ook denken aan huishoudelijke temperatuur. Hè. De stofzuiger die neemt ontzettend veel veegwerk over. Technologie doet ook andere dingen. Het creëert nieuwe gereedschappen. Het creëert nieuwe instrumenten. En die nieuwe technische mogelijkheden, die gaan als het ware tussen de wereld of tussen de objecten, dat hebben we ook gezien, en ons instaan. Die mediëren, zou je kunnen zeggen. Ze mediëren daar van allerlei dingen. Maar wat mediëren ze? Bijvoorbeeld de lens in het verleden, de camera obscura en de fotografie zijn een mooi voorbeeld van. Als je over de techniek van de fotografie in technologische zin hebt, dan open je, zou je kunnen zeggen, die black box. Je ziet lenzen, sluitertijden, chemische processen. Als je het allemaal uitklapt, dan tonen ze als het ware hoe het werkt. Hoe die afbeelding via die technologische procedees tot stand komen. Maar als je het, dat heb je het over de technologie van de fotografie. Maar als je het over de techniek van de fotografie hebt in de kunstpraktijk, dan heb je het eigenlijk over iets anders. Hè? Dan gaat het over die relatie tussen het gebruik van die fotografie door de kunstenaar. En wat het kunstwerk doet of moet doen in die relatie. Met dat geblackboxte apparaat bijvoorbeeld. En dat is toch, volgens mij, dat zal een van mijn stellingen zijn, dat is toch wel iets anders. En mijn vraag wordt ook in het geheel, hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Die techniek zou je kunnen zeggen van die kunstenaar, die wordt ook gemedieerd, daar wordt ook gemedieerd, net als het apparaat, maar daar heb je een lijf bij. Iemand doet wat. En die medieert daar als het ware ook. Je zou het bijna in moderne zin een interface kunnen noemen, waar van alles gebeurt. En je zou ook kunnen zeggen, het is natuurlijk daar, waar in die relatie, waar kunst wordt gemaakt. Dus de persoon, de mens, de body, moeten we niet vergeten. In het onderzoek en het presenteren van kunst aan de rechterkant hier, speelt techniek en technologie allebei een belangrijke rol. Om bij die fotografie, ik blijf als voorbeeld, die speelt sinds de tweede helft van de 19e eeuw een hele grote rol in de praktijk van de kunstgeschiedenis. En in de praktijk van het verzamelen en van verspreiden en presenteren, denk aan catalogie, maar ook in conservering. De hele kunstgeschiedenis komt echt tot bloei als je plaatjes kunt vergelijken. Maar door het vergelijken van die plaatjes,
ja, vergelijk je bijvoorbeeld geen cadmium, maar je vergelijkt bijvoorbeeld vormen. En dat gaat dan een eigen leven leiden, zou ik kunnen zeggen, ook in kunstgeschiedenis. Kunstgeschiedenis mede wordt gevormd door de technologie die er gebruikt wordt. In de praktijk, heel veel restauratoren klagen vaak kunsthistorici, die kijken niet naar de dingen, naar de objecten. Ja, daar zie je dan op zeker moment dat dus die materialiteit, als het ware, zoals we dat noemen, dan een beetje verdwijnt. Die rol van die nieuwe technologie en het gevolg daarvan op de receptie en op de conservering van oude kunst wordt echter nauwelijks onderzocht. En als iemand hier een voorbeeld van heeft, dan ben ik daar zeer nieuwsgierig naar. Wat doet die nieuwe technologie en welke rol heeft die eigenlijk op de conservering? Wat mij betreft mag in een toekomstverkenning over de relatie tussen kunst en technologie, en techniek, sorry, tussen techniek en kunst, een onderzoek naar de invloed van de contemporaine technologie op de interpretatie van de techniek en de materialiteit van kunstwerk, oude kunstwerken, in hun context, niet ontbreken. Dus de apparaten waarvan we net ook al gezien hebben, de fotografie enzovoort, die hebben een enorme invloed op de interpretatie van oude kunst, maar niet alleen van kunst uit het verleden, maar ook van de kunst, vooral, zou ik zeggen, uit andere culturen bijvoorbeeld. Daar is een andere context. En ik denk dat we juist door onderzoek naar deze relatie een veel beter en rijker beeld zouden kunnen krijgen van de relatie tussen kunst en techniek in het algemeen dan die we nu hebben. Ik zal proberen een voorbeeld daarvan te geven. Een voorbeeld daarvan is de complexe relatie tussen nieuwe of contemporaine technologie en oude techniek is de historiografie van de olieverftechniek van Van Eyck. Dus de geschiedenis van de geschiedenis, hoe wordt dat beschreven? Er is een heel mooi artikel van een meneer Gottlieb, hij heet The Painter's Secret, dat heeft hij in 2002, die dat prachtig heeft onderzocht. In de 16e eeuw bijvoorbeeld beschrijft Vasari, de bekende prototype van de kunsthistoricus in de 16e eeuw van Italië, de levens van de schilders beschrijft, en beschrijft Vasari de ontdekking van de olieverf door de gebroeders Van Eyck, die door hen lang als ateliergeheim werd bewaard en vervolgens door Antonello de Messina naar Italië geëxporteerd zou zijn. De geloofwaardigheid van dat verhaal wordt betwist. Waarom? Omdat Antonello namelijk te jong was. Die was 11 op het moment dat Jan Van Eyck overleed. Dus die kan, dat kan niet, dat klopt niet. Bovendien was het gebruik van olieverf al lang bekend voordat Jan de Van Eyck het als bindmiddel gebruikte. Wat veel aannemelijker is dat Vasari dit verhaal heeft gefabriceerd, gemaakt, om twee dingen te propageren. Het gaat om de techniek. Dat wil zeggen, niet om de alchemie van de olie en om dat het olie is. Nee, het gaat over het geheel. En hier zien we een gravure uit wat later, uit het eind van de 16e eeuw, die als het ware een beeld schept van dat atelier van Jan Van Eyck. En dus het gaat niet om dat het olie is wat gebruikt wordt, nee, het gaat om wat daar in dat atelier, in de relaties tussen die olie, tussen die pigmenten, en die worden daar gewreven, ze worden eerst binnengehaald, ze worden daar gewreven door iemand. Dat zijn allemaal mensen die ertussen staan. En dat gaat hier naar een palet, dat palet wordt gemaakt en dat gaat naar de schilder enzovoort. En daaromheen zitten allerlei andere materiële processen, zou je kunnen zeggen. Dus het gaat erover wat bijvoorbeeld die olie en wat daarmee gebeurt in het hele proces. In de relaties tussen de materialen die daar gebruikt worden. Daar gaat het over. Dat zou ik ook techniek willen noemen. De techniek van de kunstenaars en wat daar gebeurt. En natuurlijk speelt technologie daar ook een rol, maar ik denk wel dat je het een beetje moet scheiden. Dus het eerste zou je kunnen zeggen is dat hij zegt eigenlijk, hij gaat een acteur binnenhalen in zijn verhaal, die het geheel, het hele atelierpraktijk als geheel
leert en dat meeneemt ergens anders heen. En in het humanisme is dan ook, dat hoort daarbij, dat je dat met elkaar deelt. En dat is iets anders dan het atelier geheim. Dus het is door Vasari, als humanist zou je kunnen zeggen, propageert dat er dit soort dingen gedeeld worden en dat die als geheim wordt bewaard. En het geheim is niet een formule of een recept, maar het is een proces, zou je kunnen zeggen. En in die praktijk, in dat proces, daarin wordt poesis gegenereerd, kunst. Vasari bepleitte dat delen van die kennis en het doorgeven van dit proces via dat gefabriceerde verhaal over Antonello. Dat het alleen om olie zou gaan, zeg maar, alleen daarover, de ontdekking van Olivier, dat is een interpretatie van Vasari door veel wetenschappers in de 18e en 19e eeuw. Die lezen dus Vasari en die interpreteren dat van, ha, de ontdekking van Olivier. Nou, laat dat nou precies, zo'n ontdekking van Olivier, helemaal passen in de 18e en de 19e eeuw. De opkomst van de verlichting, de opkomst van de natuurwetenschappen, waar je een ontdekking doet. En dat zie je dan ook in die tijd. Er komt over die techniek, zeg maar, van de oude kunst vooral ook, over de techniek van de Venetianen bijvoorbeeld, wordt er in die 19e eeuw, en eind van de 18e eeuw, maar begin van de 19e eeuw, komt er een enorme belangstelling op om die techniek te gaan onderzoeken. Met name in Engeland. En een van die dingen is die, zeg maar, de graal van het medium. Het medium van Eyck, het medium van Titiaan. En dat loopt zo ver op dat op een zeker moment ook iemand, een vrouw die zegt dat ze dat medium heeft ontdekt. En dat medium wordt dan verkocht, notabene, aan de president van de Royal Academy. En iedereen gaat het afnemen voor ontzettend veel geld. Het flesje. Dus het wordt, als het ware, een heel proces wordt gereduceerd, hè, aan een flesje. Maar je zou ook kunnen zeggen, het wordt geblackboxed. Het idee dat je een heel proces kunt blackboxen in één ding. Net als fotografie, zou ik zeggen, in een apparaat. Natuurlijk zou je kunnen zeggen, even als ik nou naar het vorige plaatje ga, gebeurt er nog iets anders. Dit hele deel, hier aan die kant, dat wordt ook geblackboxed in de 19e eeuw. Dat gaat in een tube. En je zou dus zeggen, de tube is de blackbox van een heel veel andere processen die daar plaatsvinden. En wat is nou zo interessant, die activiteiten die daar plaatsvinden en die kennis als het ware, die in dat geheel daar rondzint, die verdwijnt. Maar die blackbox zelf, die tube, die gaat hun eigen leven leiden. En daar wordt die nieuwe technologie door heel veel schilders weer gebruikt op een hele nieuwe manier, die alleen maar kan doordat het allemaal in die tube zit. Er gaat dus heel veel verloren, maar je zou kunnen, er wordt weer gewonnen aan de andere kant. Je zou die tube, dat is een heel, dus een ingewikkelde theoretische slang die ik hier ga maken, die tube, die zou je ook een reproductie kunnen noemen. En dan in de echte, in de letterlijke zin van het woord. Het reproduceren, hè, van dit geheel, dit deel van dit plaatje. Die black boxen zijn dus vaak reproducties. Nou, de interpretatie van die techniek van Eyck en van kunstenaars uit het verleden en ook van andere culturen, heb ik al gezegd, die verandert dus onder invloed van de technologische leefwereld in die verschillende tijden. Dus in de 19e eeuw is er een andere interpretatie over techniek van Eyck dan nu. En mijn stelling is ook dat die sterk onder invloed staat, onze leefwereld, onze technische beleving van die leefwereld, onder invloed van de technologie van onze huidige tijd. En dat wordt volgens mij te weinig onder ogen gezien. Heel concreet zou ik natuurlijk dan de volgende vraag ook kunnen stellen. En hier zijn mijn collega's, natuurwetenschappers in het ateliergebouw.
En die zitten allemaal, we hebben al een aantal voorbeelden genoemd, die zitten allemaal in een ruimte. Hè? En in die ruimte, daar staan dus allemaal apparaten. We hebben de elektronenmicroscoop al voorbij zien komen. En we hebben gezien al wat daar in die ruimte is gebeurd. Dus de vraag is bijvoorbeeld, welke invloed heeft nou deze hele beweging, al die apparaten enzovoort, op het idee van techniek? Of op het idee dat wij hebben van oude techniek? Eén ding zou je kunnen zeggen is, wat gelukkig nu weer verandert, kom ik zo meteen op, is dat de mensen er snel uitgaan. En dus uit die tube, daar gaan de mensen verdwijnen. Die in het hoekje zaten daar. De interpretatie over wat die mensen doen, verdwijnt dan ook vaak. Maar wat je wel ziet, is dat de wetenschappers, dat is ook al zo nuttig al gezegd, die hebben als het ware door hun apparaten, om er verder niet zoveel meer over te zeggen, hebben ze daar bijvoorbeeld spectra, en soms ook uitgebreide foto's, hier van de elektronenmicroscoop met een IDX, dat is dus ook zo'n spectrum, zou je kunnen zeggen. En eigenlijk zijn al die natuurwetenschappers die daaraan werken, dat zijn eigenlijk die lezen, zou je kunnen zeggen. Dat zijn teksten. Maar het zijn teksten in een taal die wij allemaal niet begrijpen. Hè? Maar ze zien op het moment dat ze zo zeggen, oh, daar zit dit in en dat in. Of wat je ook ziet, bijvoorbeeld bij iemand die met gaschromatografie bezig is, die ziet meteen, hey, die olie die is gekookt op zoveel graden met een beetje lood. En die zie je als het ware denken, ja, maar dat geeft een andere consistentie aan die olie. En dan gaat die olie vloeien en dat kan nooit hier gebeuren zijn enzovoort, want het vloeit niet hier enzovoort. Je gaat meteen, je krijgt een soort grote ketting van lezers. Dus het gaat helemaal niet eigenlijk over alleen het apparaat. Hier komt weer een mens in dit geval, jij, die het verhaal moet vertellen. En niet zomaar, maar die moet dat verhaal toch ook koppelen aan techniek, kunstenaars. En dat is een enorme klus. Want heel snel zie je, net als in kunstgeschiedenis, dat die reproducties en die dingen, die gaan eigen leven leiden. En nu komt het weer, maar heel lang werd er dus wel gekeken naar wat is het voor materiaal. Maar daarna komt het, waar bevindt het zich? Dat gaan we nu krijgen, hè? Want dan krijg je de scanning. Dan zien we waar het zich bevindt. Dat geeft al een extra ingang naar die techniek. Maar de volgende vraag is natuurlijk, wat doet dat materiaal daar nou? Wat moet het doen volgens die kunstenaar? Wat doet het in die praktijk? Glanzend? Wat gebeurt daar nou? Die vraag wordt nauwelijks gesteld. En dus die relatie tussen de nieuwe technologie en techniek is uiterst gecompliceerd en verdient volgens mij heel veel kritische aandacht. Er worden in dat opzicht ook wel, vind ik, hele interessante experimenten gedaan in combinatie met die apparatuur en met het lezen van die teksten en met de kennis die in een bepaalde paradigma kom ik nog op, zou je dat een hybrides kunnen noemen. Hè? Hier zit Maarten met zijn high performance liquid chromatografie, ook geeft ook allemaal spectra, zou ik kunnen zeggen. Maar tussen Maarten en dit apparaat is een fantastisch huwelijk, die al heel lang zeer vruchtbaar is. Maar Maarten is een beetje het apparaat en het apparaat is een beetje Maarten geworden. Maar dat heb je nodig. Het apparaat zelf heb je helemaal niks aan. Hier een experiment. Maarten en Ineke, die hebben meegedaan aan een onderzoek naar archeologische vondsten in Hallstatt, uit zoutmijn in Hallstatt in Oostenrijk, waar een hele oude cultuur, resten van hele oude cultuur gevonden zijn, ook allerlei botten en schedels, van ik geloof 1500 voor Christus tot iets van 300 voor Christus. Dus het is echt een hele oude cultuur. En daar zijn textielresten gevonden uit die tijd. Zoals je hier op het plaatje daar heeft Ineke onder de elektronenmicroscoop fantastische beelden van gemaakt, waardoor je meteen al het idee krijgt over de draden. Uit het geheel is een heel project gekomen, het project The Colors of Hallstatt. Hier zie je
resten van die vondsten. En door al die analysetechnieken, onder andere van Maarten, zijn daar bijvoorbeeld de kleurstoffen uit geanalyseerd. Welke kleurstoffen gebruiken? Maar ook, hoe zijn die kleurstoffen gemaakt? Hoe zijn ze als kleurstof in dat textiel terechtgekomen, bijvoorbeeld? Maar ook natuurlijk, de dikte van de draden is naar gekeken, zoals je onder elektronics koopt. En hoe zijn ze gesponnen en dergelijke. En wat is nou zo mooi, vind ik, aan dit project, is dat ze in samenwerking met de Kunstacademie, hier zie je allemaal stukjes, je ziet allemaal heel mooi schrijven, een enorme rijkdom al in die tijd aan textiele, aan weeftechnieken en zo. Ze hebben het nagedaan in de academie. En dat is natuurlijk niet zo wetenschappelijk, zou je kunnen zeggen, als het apparaat, maar het levert wel enorm veel andere interessante informatie op. Namelijk over die relaties. Als je dat gaat draaien, als je gaat kleuren, wat gebeurt er nou eigenlijk? Hoe voelt zo'n textiel aan als je het maakt? De fenomenologische zeg maar, aspecten. Als je nou zo'n ding aantrekt, hoe heeft dat zich nou bewegen? Wat gebeurt er nou? Als het ware, je kan voorstellen dat je op die manier een heel ander contact met die cultuur krijgt. Dan alleen maar van een plaatje of van een spectrum. En dat is een trend. En die trend, daar ga ik een beetje nu op door. Dat je dus probeert, als het ware, door middel en samen natuurlijk met die nieuwe technologie, een beter inzicht te krijgen in de techniek. En daardoor ook een beter inzicht te krijgen wat techniek eigenlijk in de kunstpraktijk doet. Nou, hier een aantal voorbeelden van het maken van die kleurstoffen bijvoorbeeld. Maar ze hebben daar ook nieuwe textielen van gemaakt. Geïnspireerd op deze technieken allemaal. En die zie je hier. Ze hebben een hele kledingstukken van gemaakt en aan het eind van dit project is er ook een modeshow georganiseerd waarin al deze technieken als het ware gebruikt zijn en gemigreerd zou je kunnen zeggen naar onze, en dat is dus een hele andere manier van conserveren en een hele andere manier van dingen overleveren dan ze te conserveren zoals wij dat tot nu toe vaak gewend zijn. Ik schakel over naar een ander project, wat wij gedaan hebben. En ik begin maar weer met een van onze wetenschappers, Muriel, en die kijkt hier door de microscoop, we hebben dat ook al gezien, naar zo'n monstertje. En dit is een monster van een Mondriaan. En het is een monster van een zwarte lijn uit de Mondriaan. Dat zie je hier. En in dat monster kun je zien, ik kan het nou niet zo snel uitleggen, dat die zwarte lijnen in Mondriaan gevernist zijn. En deze partijen zijn niet gefinist. Dat idee dat dat gebeurt, daar zit een verhaal achter. In Mondriaans praktijk. En dat verhaal is dat die lijnen als het ware geen schaduw mochten worden, moesten naar binnen zakken. Daar heeft hij echt aan gewerkt om dat te doen. Mondriaan komt vaak over, wordt ook mede door die reproducties gezien als een zeer geestelijk kunstenaar. Maar als je naar zijn kunstenaarpraktijk zoekt, kom ik zo meteen op verder op, dan zie je dat het een heel materieel kunstenaar is. Dat hij in die praktijk, als het ware, voortdurend in die techniek, en dat zegt hij ook, voortdurend. Hij zegt, ik doe het eerst en dan de theorie. Dat is heel lang verontachtzaam. Dus schilderijen van Mondriaan zijn bijvoorbeeld gevernist, of schoongemaakt, waardoor die verschillen, bijvoorbeeld die je hier ziet, verdwenen zijn. Waarom? Gewoon omdat er geen begrip is over die techniek, zou je kunnen zeggen. Over de relatie tussen materialiteit en wat daar moet gebeuren in dat atelier. Nou, waarschijnlijk veel van jullie wel gehoord dat wij dit schilderij de afgelopen jaren uitvoerig hebben onderzocht. Victory Wookie Wookie. En de Victory Wookie Wookie is een fantastisch object om juist hier aan onderzoek te doen. Een van de dingen die gebeurd is, ik ga het vertelverhaal een beetje kort en populair. Je zou kunnen zeggen, Mondriaan die werkte met tape. En die tapes, hij werkte, als je hier naar het oppervlak van het schilderij kijkt, dan zie je dus heel iets anders dan de reproductie in al die kunstboeken. Die reproductie in kunstboeken, daar heb je al denk van, oh, dat is een Mondriaan.
Maar als je hier naar kijkt, dan zie je dus een bijna een soort dramatisch oppervlak. En waar al die tapejes te zien zijn. En die tapejes, de meeste van die tapejes, heeft Mondriaan in de laatste 9 dagen van zijn leven op het schilderij aangebracht. Toen was hij ziek. Daarna is hij overleden. Voor die 9 dagen was het schilderij bijna, wordt gezegd, wij weten het niet helemaal zeker, maar het wordt gezegd, zaten alleen nog een aantal plakketjes op. En wat Mondriaan heeft heel lang aan dit schilderij gewerkt, hij heeft bijna een jaar alleen maar aan dit schilderij gewerkt in New York. En in New York werkte hij alleen maar met tape. Als die tape klaar was, dan ging hij dat schilderen, als het ware. Dat zie je hier. Maar had hij dat geschilderd, ging het schilderij neerleggen, had hij het geschilderd. Ja, dan begon hij weer opnieuw, was hij niet tevreden. En dan ging hij weer met tape overheen. Dus 9 dagen voordat hij dood is gegaan, was het schilderij min of meer in zo'n staking af. En toch was hij niet tevreden. En hij heeft dus die 9 dagen, als een idioot zou ik kunnen zeggen, heeft hij daar ongelooflijk hard aan zitten werken. Dus het is een heel dramatisch oppervlak, zou ik kunnen zeggen. En als je dat oppervlak met die invalshoek gaat bekijken, dan wordt hier ineens allerlei dingen veel duidelijker over waar hij mee bezig was. Ik kan er niet al te lang op ingaan, maar ik geef je een aantal details. Overigens, hier zien we ook wat Google Art, kennen we allemaal, natuurlijk een toekomstperspectief. Maar Google Art op zich is niet genoeg. Google Art wordt pas interessant als je ziet wat je door de microscoop kunt zien. Maar wel, het is fantastisch dat het grote publiek met ons door die microscoop kan kijken, door die macrolens. En dat zie je hier, kunnen we dus allerlei, je ziet al die lage verf, bijvoorbeeld die opgemaakt in die lage verf hebben we allemaal gescheiden. Ik zal het zo meteen laten zien, met al die middelen die we al gezien hebben. En daar hebben we een bepaald procedé uit kunnen halen, hoe die tape als het ware gedurende dat jaar, wat voor rol die tape is. En die tape is ook nieuwe technologie, hè? Die in 1932 van die tape pas, zelflevende tape. Kleuren tape, nieuwe technologie. En je ziet dus, hij gebruikt dat op zijn manier. En je krijgt dus toch een ander schilderij, wat als het ware iets teruggeeft. Agency heet dat. Die tape geeft iets terug, die past fantastisch in zijn ritme. Overal waar tape aan past, moet ik zeggen, past. En die praktijk van Mondriaan, als je die heel goed gaat volgen, dan kom je tot verrassende ontdekkingen. Lees het boek, het is vorige week 2 weken geleden uitgekomen, wat we daarvan gemaakt hebben. Een van de dingen is bijvoorbeeld die scherpe randjes van die tape, die gemaakt zijn. Die gaat hij dan ook als contour gebruiken. Een andere is dat hij waarschijnlijk die kleur van die tape als kleur gaat gebruiken. Dus niet meer een verschil maakt tussen blauw en wat hij schildert en wat die tape is. Hier zie je, we hebben ze al gezien, allerlei varianten die hier gemaakt zijn bij het onderzoek van die schilderij. Verschillende infrarood, verschillende ultraviolet, false color. Nou, ik ga er niet op in. Maar die hebben we in Photoshop gemaakt en dan komt Photoshop erin. Stond dat niet. Ineens kunnen we die Photoshop gebruiken. Al die dingen kunnen we bovenop elkaar zetten. We draaien en knoppen en we zien het allemaal. Maar ja, dat is allemaal heel hip, zou ik maar zeggen, en sexy. Maar wat zegt het over die techniek? Dat vergeten we dan ineens. We zijn helemaal. Nou, daar hebben we dus net overigens Mollard, die ook nog langs geweest bij ons, heeft dus ongelooflijk veel puntjes, allemaal, op cadmium, overal wat analyses gedaan. Maarten heeft een GIS gemaakt, weet ik, geografisch informatiesysteem, wat geologen gebruiken, bijvoorbeeld om mensen die kaarten maken, waar je als database allerlei dingen zien kunt. Maarten heeft dat gemaakt. En we proberen dus allemaal een orde te vinden in die enorme hoeveelheid gegevens die we hadden, die iets zouden kunnen zeggen over die techniek. Nou, lees het boek. Maar wat ik wil zeggen is dat het daarop gericht was. Dat gebeurde ook nog op zaal, wat wij deden. En je kunt je natuurlijk inderdaad afvragen wat het publiek hier ziet. Je ziet allemaal mensen die heen en weer scharrelen en dingetjes zien. En die werden dus ook eigenlijk niet zo goed geïnformeerd daarover. Natuurlijk niet, want we waren alleen maar bezig met die apparaten. En we waren helemaal niet bezig met die interpretatie. Dat deden we pas thuis, achter de computer vaak, hè? Achter de Apple.
Nou, hier zie je dat het hele schilderij is onderverdeeld in allemaal nummertjes. En dat is dus gewoon handwerk eigenlijk. Dus waardoor elk veld, als het ware, in bekeken werd hoe dat ontstaan is en wanneer in het hele proces om daar een, als het ware, een soort beeld, een film te krijgen van de ontwikkelingen die in zijn hoofd waren en ook beschreven soms, hoe het schilderij is ontstaan. Dat heeft groot invloed ook op de bewaren van de schilderij overigens. Want wat je belangrijk vindt, dat ga je namelijk conserveren. Wat je niet belangrijk vindt, ga je niet conserveren. Een ander ding wat we natuurlijk konden doen, is dat onder die peer kijken en dan kijken waar de verf zit. En dan kun je dus in Photoshop een reconstructie maken over hoe het mogelijk voor die 9 dagen eruit heeft gezien. Nou, dat zie je hier. En hier zie je dus het verschil tussen die twee. En daar kun je dus ook weer allerlei conclusies uittrekken wat er in die 9 dagen is gebeurd. Je kunt zelfs in de overlap van die tapes zien welke eerder was dan later. Dus je kunt zien een soort volgorde kunnen zien. Hier zie je oude foto's die we dan weer gebruikt hebben. En ook hier gaat natuurlijk die techniek van die fotografie. Dat zie je ook. Mensen lopen langs, die foto's, die maken filmpjes. Er gebeurt van alles. Dus we krijgen ook op die manier al meer informatie over die kunstenaarspraktijk. We gaan een andere ruimte in, binnen die gang van ons instituut. En daar zien we dan Thea hier met inderdaad zo'n mobiel apparaat. Hè. En wat meet ze hier? Ze meet hier plastics. Dat plastics, dat is een probleem. Het is al gezegd, die mobiliteit van die apparatuur is fantastisch, want je kunt meten en tegelijk praten met bijvoorbeeld een restaurator en voelen wat het is en dat geeft extra informatie over wat je aan het doen bent. Hier is een voorbeeld van een plastic object van Gabot. Cellulose acetaat is het. En uit 1927, en dit is een foto uit 1968, uit de collectie van Tate, en hier is een foto uit 1978. Dus in 10 jaar tijd is ineens, hè, dus het heeft heel lang, is het goed bewaard geleden, in 10 jaar tijd, plop, is die als het ware. Nou, dat is een groot probleem. We zien dus heel veel materialen door kunstenaars gebruikt, die snel vervalt. En ja, dat is ook heel moeilijk. Het is wel preventief te conserveren, daar kun je van alles aan doen om het te vermijden, maar heel veel materialen die zijn eenvoudigweg niet te conserveren. Wat doe je dan? Hoe zit het dan met die techniek? Nou komt er een trend, zou je kunnen zeggen, is dat we proberen die dingen daar replica's van te maken. Dus ze worden niet als het ware gerestaureerd, sommige kun je gewoon niet restaureren. Dan is het natuurlijk heel erg belangrijk hoe die techniek is geweest. En dan heb je niet alleen over het materiaal wat het is, maar wat het moet doen. En dat doe je, gebruik je in zo'n replica. Dus wat je ziet, in plaats van dat er geconserveerd wordt, zeg maar in de oude zin, maar je noemt dat dan vaak freeze framing, het bevriezen van objecten, zie je dat er een trend is naar dingen repliceren en ook tentoonstellen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je dan niet zegt dat het een replica is. Maar waarom zou je dat niet mogen doen? Waarom zou je het niet kunnen doen? Het is een beetje een taboe dat je dat niet zou doen. Maar we zien wel dat dat al meer, als het ware, ingang vindt in de museale praktijk, dat er dingen worden gemaakt, opnieuw worden gemaakt. Hier zien we nog een stapje verder van dit jaar. Uitvoering van een tekening van Lisinski, die overigens wel bedoeld had dat het objecten zouden worden, die heeft het van Abbe Museum gewoon gemaakt. En dus dit beeld dat hier staat is een uitwerking van het van Abbe Museum, van een ding wat nooit eerder bestaan heeft. Is het een Lisinski of niet? Maar je ziet wel dat dit soort praktijk, als het ware, die techniek gebruiken in die musea, dat echt een trend is. En dat gaat helemaal natuurlijk gebeuren als je te maken hebt met installatiekunst, gewoon in moderne kunst, hier zie je een installatie, ik geloof dat de rechterplaatje hier in dit instituut, die is tentoongesteld, van één installatie, een video-installatie, die door de kunstenaar zelf in 2003 op een hele andere manier wordt uitgevoerd dan
in 1979. Dat komt natuurlijk ook doordat die apparaten er niet meer zijn in die tijd. Nou, als je over invloed van nieuwe technologie en verandering van opvatting hebt door de tijd heen, dan gaat dat op dit moment heel erg snel. Dus we moeten ontzettend ons bezinnen op wat voor techniek, wat is de techniek hier, wat is de techniek daar, hoe belangrijk is dat? En dat verschilt dus bij alle kunstenaars, is dat verschillend. Dat maakt het ook ontzettend interessant. Dus dat is een groot aandachtspunt. En wat doen we dus bij heel veel moderne hedendaagse kunstmaken, is dat we interviews houden. En we gaan op bezoek naar die ateliers of met kunstenaars naar objecten toe. We willen die verhalen horen. We willen weten hoe die relaties zitten tussen die dingen en wat je ermee moet doen. En dat moeten wij herhalen. Dat moeten we performen, zou ik kunnen zeggen. Nou, en daar zijn we op dit moment, vooral met de moderne hedendaagse kunst, ook omdat die kunstenaars zelf op een hele andere manier werken, is dat iets waar we heel erg mee bezig zijn. Maar hoe documenteer je dat? Hoe doe je dat nou? Hoe, want je hebt dat in de toekomst nodig. Nou, we denken dan vaak aan kunstwerken als netwerken. En dit is, zou ik kunnen zeggen, de kunstenaarspraktijk van Marina Abramovic, bekende hedendaagse kunstenaar, die allemaal performance doet. En daar zijn allerlei dingen, als aan die onderlag, interviews, soms zijn er ook guidelines voor presentatie, materialen, soms ook natuurwetenschappelijke gegevens en dergelijke. En met elkaar, zou je kunnen zeggen, vormen ze het object waar je elke keer iets, een versie als het ware van uitvoert of conserveert, hoe je het dan noemt. Hier zie je nog een andere en dat gaat dan over één werk, China Way. En dat, je ziet China Way als het ware in een netwerk komen en het geheel is dus, zou je kunnen zeggen, een netwerk met en het gaat over die relaties. Dit was in het atelier van Jan van Heijden. En wat is dan conservering als je er op die manier over nadenkt? Conservering is dat je kunt zeggen, het is de configuratie van het netwerk die de stabiliteit geeft. Dus wat daar, het gaat over Antonello, die het netwerk meeneemt en naar Italië gaat. Maar die netwerken kunnen al heel verschillend zijn. Hè? Je kunt een netwerk vanuit een object hebben, naar, bijvoorbeeld van een museum naar buiten. Maar soms van buiten ook, wij hebben heel vaak te maken met estates, met de kunstenaars die nog leven, noem maar op, allerlei met buiten het museum. Dus het netwerk verspreidt zich over het gebied buiten het museum. En waar je dus, het gaat meer over de instandhouding van het netwerk. Dat is een trend, zou je kunnen zeggen. Als je dat netwerk op die manier bekijkt, dan kom je bij bepaalde theorieën. Eén theorie, die ga ik zo meteen in mijn laatste zien, de kern, een aantal belangrijke punten van laten zien. Helaas is dit, ik vind het niet helemaal duidelijk, maar als je naar zo'n netwerk kijkt, dit is een heel ver uitgewerkt netwerk. Normaal staan hier allemaal lijntjes op mijn scherm. Over een maatschappij die palmolie maakt in Indonesië. En het gaat over het effect van de palmolie op de natuur. En dat heeft, dit zijn allemaal actoren daar. Dat zijn mensen, dat zijn instellingen, dat zijn financiële instellingen, noem maar op, die allemaal invloed hebben over hoe die palmolie gemaakt wordt en hoe schadelijk dat is. En dat kun je in een netwerkanalyse kun je dat duidelijk maken. Zo zou je ook heel goed over kunstwerken, of sommige kunstwerken, kunnen nadenken. De conclusie daarvan is dat, waar ik zelf heel erg mee bezig ben, ook in mijn onderzoek, is ontleend uit onder andere wat heet de echte netwerktheorie. Door Bruno Latour en Kellen en John Law ooit ontwikkeld. Als je daaruit kun je distilleren een aantal dingen die voor ons mogelijk van groot belang zijn. Nou, er is geen verschil in de netwerktheorie tussen de invloed van mensen en de dingen. Het gaat dus tussen de materialen en de mensen. Je hebt en de mensen nodig en de dingen. Die bepalen techniek. En zij worden hybride. Met al die hybride wordt met zijn ABLC. Elk object, zou je kunnen zeggen, is een verzameling. Elk object is een netwerk. Die voortdurend beweegt
voortdurend worden daar nieuwe, als er weer nieuwe tijd komt, waar we nieuwe runsjes kunnen maken enzovoort, dan verandert het als het ware iets tussen de relaties in het object en de buitenkant. En alles wat jij zichtbaar maakt, zou ik kunnen zeggen, wordt ook een matter of concern. Hoe meer chemische dingen we in een ding vinden, in bijvoorbeeld een schilderij vinden, hoe minder we met het schilderij gaan doen, omdat dat schilderij een potentiële database is voor ontzettend veel dingen, voor nieuwe informatie. Dus moeten we niet aankomen. Maar dat is de keerzijde ervan. Het is een relatief nieuwe ontwikkeling, deze ontwikkeling die, van materialiteit in erfgoed ook, en wat dan in een netwerk gezien zou kunnen worden. En je ziet, net als een kunstenaarsinterview, het gaat onder andere over het volgen van de actoren, bijvoorbeeld kunstenaars in dit geval, in de praktijk. En dan voor cultureel erfgoed zou je kunnen zeggen, is het de agency en de performativiteit op de beleving van groot belang. En dan laatste, echt een uitsmijter. Het origineel, zou je kunnen zeggen, is het hele netwerk. Het is niet één voorwerp, wat het origineel is en de rest doet het niet toe. Nee, het origineel, zou je kunnen zeggen, is het voortdurend, is het hele netwerk. En het zijn de reproducties die wij voortdurend maken van die werk, die het origineel als wel telkens opnieuw produceren. Dus de röntgenfoto produceert het origineel in die zin dat het laat zien dat er iets onder zit. Dus het produceert voortdurend, produceren chemische analyses, produceren het origineel als het ware. Dus wij hebben een neiging om het om te draaien. We zeggen, nee, het origineel moet bewaren, bevriezen. En dan, de andere dingen zijn interessant. Maar je moet het volgens, dus in dit geval volstrekt symmetrisch zien. Dank je wel. Dank je wel.